microfoon uit de toestand, alsjeblieft. Goedenavond, dames en heren. Welkom op het Loek-Louvendi Ballpark. Alwaar wij vanavond de wedstrijd gaan spelen in het kader van het Urbanus toernooi, ACAD Urbanus toernooi. En dat is de wedstrijd tussen Curaçao Neptunus en LMD Amsterdam. De wedstrijd gaat zo dadelijk aanvangen. En ik kan u melden dat wij vanavond als plaatsscheidsrechter hebben Winfried Berichtert. En in het veld wordt hij geassisteerd door Aad Otsen. Het is de eerste wedstrijd van dit jaar die onder deze condities gespeeld gaat worden. Dus let niet op eventuele schoonheidsfoutjes, want het is meteen de generale. Voordat we volgende donderdagavond met de competitie mogen beginnen. Op het moment dat de spelers van L&D het veld ingaan, zal ik u de line-up geven. Dat doe ik op de helft van de eerste inning ook bij Curaçao Neptunus. Dames en heren, het is bijna zover. Het team van L&D Amsterdam verzamelt zich als complete groep en gaat hun eerste wedstrijd van dit jaar hier aan. En op het moment dat ik dat roep, gaan de heren het veld in. Dan kan ik u melden dat wij op plekjes even op links gaan zien Tilmer Lampen met pak nummer 3. In het midveld op 8 Kalian Sams met rug nummer 7. En op rechts zien we Denzel Richardson met pak nummer 8. Op het derde hoog met pak nummer 25, Rashid Gerard. Korte stop, Randy Legito.
En op de tweede honk Niels van Weert met pak nummer 34. De eerste honk Kenny Bergenbos, pak nummer 10. Catcher Max Verrees met het vertrouwde nummer 12. En de startende werper bij L&D Amsterdam met rug nummer 24, Nick Veldkamp. Dames en heren, dit is de line-up van L&D Amsterdam. Veel plezier bij het kijken. Dames en heren, we gaan beginnen. Voorkeurs aan de Tunis staat klaar met pak nummer 18, Stijn van der Wiel. En dit is de eerste nul, actie 1 naar 3. De volgende man aan slag, Job Polonius, en pak hem maar uit. John Polonius, de tweede nul, actie 5 en 3. De volgende man aan slag wordt 2, Kemp. En deze actie 4 naar 3, daarmee is 2 Kemp de derde nul, brengt een eind aan de eerste helft van de eerste training. Dames en heren, het team van Curaçao Neptunus trekt ten velde. En ook hen stel ik onmiddellijk aan u voor. Op 7 op links zie ik Quintin de Cuba met pak nummer 15. In het midveld op 8 is Jan Marduintje met pak nummer 23. Op rechts op 9 Darryl Collins met rug nummer 2. Derde opman, Stijn van der Meer met rug nummer 18. Kortstop, John Polonius met pak nummer 5. Dwayne Kemp is de tweede opman met rug nummer 24. Dudley Leonora, eerste opman met pak nummer 3. Dashenko Ricardo is de catcher, hij draagt pak nummer 30. En de startende werker, Diego Mark Bell met pak nummer 35. Heren, welkom en veel plezier.
dames en heren, we gaan in de tweede helft eerst in. En voor L&D Amsterdam komt aan slag de aangrijpslagman Rudy van Rie. De eerste doel. De volgende man aan de slag, middenvelder Kalion Sams. Kalion Sams, 4-1 en de eerste doel. Volgende man aan slag met pak nummer 3, Tilmer Lampen.
4-1 Kromeland en Karin Sams schuift door naar het tweede doel. De volgende man op slag, Denzel Richardson. Denzel Richardson, die is de tweede doel van 8. Kalian Sams en Wilmer Lambers krijgen door naar het tweede en derde. Twee man uit, 2-3 gezet. Volgende man aan slag, Kenny Berkenbosch. Een omslag voor Kenny Berkenbosch. Hierop weet Kalian Sams over de heuvel te komen voor het eerste punt voor LMD Amsterdam. Wilmer Lampen op het derde hoek en de volgende slag aan het slag wordt Rafi Kerel. Rashid Gerard actie 1 naar 3, de derde doel. En daarmee komt er een dan de eerste inning en de stand is 1-0 in het voordeel van LMD Amsterdam.
We gaan beginnen aan de tweede inning. Aanslag voor Curaçao met Tinus Kriaison, Boekhout, de aangewezen slagman. Janison Boekhout uitgevangen door de linksvelder van 7 de eerste 0. De volgende man aan slag, Dudley Leonora. Dudley Leonora uitgetikt op de actiemiteit naar 3 en dus daarmee de 2-0. De volgende man aan de slag, Dashiko Rika. We zien een herstel. Dudley Leonora mag terug naar het eerste hok. En dan hebben we, dan denk ik dat we daar gewoon een handslag om te opschrijven. En dan gaan we dadelijk kijken naar Dashiko Ricardo. Dudley Leonora stelt het tweede op en staat daar veilig. Een vrije loop voor Dashiko Ricardo, die wij
1-2-Z, volgende man de slag, Quentin de Cuba. Quentin de Cuba van 8, de 2-0. De volgende man de slag is Jaldemar Daantje. Een omslag voor dezelfde uitdaging. Beide andere oplopers schuiven door en de 300% gaan kijken naar Darnell Collins. Een omslag voor Daniel Collins, hierop weet dit in Leonora te scoren, het eerste punt voor de Netflix, op het korte toveren. Beide andere rondlopers schuift door, en de volgende man aanslag wordt Stijn van den Buren.
Stijn van der Meer, 4-8, in Nijmegen stond. Alle omgelopen schuiven door. En Dashenko Ricardo komt binnen voor de tweede punt voor Nijmegen. De volgende man aan slag, John Polonius. Deze actie 5 naar 3, daarmee is John Polonius de derde 0, brengt een eind aan de eerste helft van de tweede inning. De stand is 1-2 en we gaan zo kijken naar de tweede helft van de tweede inning. Dan gaan we beginnen aan de tweede helft van de tweede inning. Aan slag voor L&D Amsterdam. Niels van Weert.
Wilson weer de eerste 0. Kiepslag. Volgende slag Max Clarence. Pakselrijs actie 6 naar 3, 2, 0. Volgende manslag, Ready, Libido. Bradley Legito, een omslag. En Bradley op de eerste honk gaan we kijken naar Roelie Hanni. Jolie, die drie slag, de derde 0, drukt een eind aan de tweede ring. We verlaten de tweede ring bij de stand 1-2.
Dudley Leonore van 7, de tweede 0. De volgende man aan slag, Dashenko Ricardo. Deze van 6 maakt een eind aan de eerste helft, derde inning. En de stand blijft zoals het is. We maken ons op voor de tweede helft van de derde inning. En voor L&D Amsterdam komt als eerste aan slag Kalian Sams. Drie slag, Kalian Sams, de eerste 0. De volgende man aan slag, Kilmer Lampen.
Gilmer Lampen, 4-weet naar het eerste honk. De volgende man aan de slag, Denzel Richardson. Een applaus voor Denzel Richardson voor deze driehonkslag. En hierop weet Gilmer Lampen over de plaat te komen en het gelijkmakende tweede punt te noteren. De volgende man aan de slag, Kenny Bergenbos. Kenny Bergenbos, de tweede 0 van 4. De volgende aan de slag, Rachid Gerard. Nee. Even kijken of je dit.
En deze actie 6-3 maakt een eind aan de derde inning. En de stand is gelijk 2-2. Een 2-omslag voor Quintin de Cuba. De volgende man aan slag, Jalimar Danci. Jalimar Danci, de eerste nul op de actie, 4-3. Quintin de Cuba veilig op het derde honk. De volgende man aan slag, Darnell Collins.
Een opslag voor Darnell Collins. Hierop weet Quintin de Cuba te scoren. En die scoort voor het derde Curaçao-punt. En met Darnell op het eerste honk gaan we kijken naar Stijn van der Meer. Een omslag voor Stijn van der Meer. En hij brengt Darnell Collins naar het tweede honk, 1 en 2 bezet. En de volgende man aan slag wordt John Pelodius. Polonius de tweede 0 van 3 op foutgebied. En de volgende manslag wordt Dwayne Kemp. En deze actie 4 naar 3 maakt een eind aan de eerste helft van de vierde inning. De stand is 2-3 in het voordeel van Neptunus.
Gaan beginnen aan de tweede helft van de vierde inning. Bij de stand 2-3 gaan we kijken naar Niels van Weert. Drie slag, Niels van Weert, de eerste 0. En de volgende man slag, Max Klarijs. Extra race is de tweede 0 op de actie, 5 naar 3. De volgende man aan slag, Radley Legito. En deze vangt 4, daarmee is Radley Legito veroorzaakt de derde 0 en brengt een eind aan de vierde inning. En de stand blijft zoals die is. 2 punten voor L&D Amsterdam en 3 punten voor Curaçao Neptunus. Thank you.
begin aan de 15e. Aanslag Gianison Boekhout. Gianison Boekhout verder naar het eerste honk en de volgende man aan slag wordt Dudley Leonore.
Drieslag dubbele Leonora de eerste 0. De volgende man aan de slag, Tashenko Ricardo. Een omslag voor Dashenko Ricardo in het linksveld. En hierop weet Gianluca Boekhout veilig het derde honk te bereiken. 1-3 bezet, volgende man aan slag, Quintin de Cuba. Thank you.
romslag. En er komt een punt binnen. En op deze bal, laatste bal, schuiven beide honklopers nog een honk door. Volgende aanslag, Jalimar Danji. Actie 6 naar 3. Jaldemar Daantje de 2-0. Er kwam een punt over de plaat van Dashenko Ricardo. En brengt de medestand op 5 punten voor Neptunus en 2 voor L&D Amsterdam. En Quintin de Cuba vinden we terug op het derde honk. De volgende aanslag, Darnell Collins.
Een honkslag voor Darnell Collins. En hierop komt Quentin de Cuba over de plaat. Voor het zesde punt voor Neptunus. De volgende aan de slag, Stijn van der Meer. Wie weet, Stijn van der Meer naar het eerste honk. Darnell Collins schuift door naar het tweede honk. En de volgende manslag, John Polonius. En deze drie slag maakt een eind aan de eerste helft van de vijfde inning. L&D komt dadelijk aan slag. Tweede helft, vijfde inning bij de stand 2-6. Thank you.
actie 5-3. Rudy Henrique de eerste 0. De volgende man aan slag, Kalian Sams. Wie weet, Kalian Samson vrije loop naar het eerste honk. De volgende man aan de slag, Gilmer Lampen. Thank you.
Wie weet, Kilmelampen naar het eerste honk. Kalian Sams schuift door naar honk nummer 2. 1 en 2 bezet en de volgende man aan slag. Denzel Richardson. Denzel Richardson van 9-2-0. Volgende man zag Kenny Berkenbos. Wie weet, een vrije loop voor Kenny Berkenbos. Beide andere honklopers schuiven door. Dan hebben we alle honken bezet. Rashid Gerard aan slag. En twee man uit.
lekker. Vier wijd, Rashid Gerard naar het eerste honk. Kalian Sams scoort het derde punt voor L&D en beide andere honklopers schuiven door. De volgende man slag, Niels van Weert. Actie 4 naar 3. Niels van Weert, de derde nul, brengt een eind aan deze vijfde inning. De stand is 3 punten voor L&D Amsterdam en 6 punten voor Curaçao Neptunus.
van Mike Groen. Dan gaan we kijken bij het begin van de zesde inning naar Dwayne Kemp. Drieslag, Dwayne Kemp, die eerste nul. De volgende mannenslag, Gianison Boekhout. Gianison Boekhout, de tweede nul, drie slag. De volgende manslag, Tutli Leonora. Yeah.
En deze actie 5-3 maakt een eind aan de eerste helft van de zesde inning. De stand blijft zoals die is, 3-6. En we gaan zo naar de tweede helft, zesde inning. Als het goed is, staat er nu een pitcher op de heuvel met pak nummer 19. En als dat zo is, dan is dat Mischa Harksen. Mischa Harksen op de heuvel gaan wij kijken naar Max Klarijs. Emilson Haswell, een Emilson Haswell, de eerste 0-3 slag. Volgende man slag, Reddy Legito. En die gaat uit op de actie 6-3. Tweede 0. De volgende man is slag, Roelie Harik. En deze actie 3-1, daarmee is Roelie Henrique de derde 0
en brengt een eind aan de complete zesde inning bij de stand 3-6. Verdieningen voor Curaçao Neptunus komt aan slag. Dashenko Ricardo. Dashenko Ricardo van 9, de eerste 0. De volgende man aan slag, Quintin de Cuba. Van 7 klinkt in de Cuba de tweede 0. De volgende man aan slag, Jalimar Tanji. Dit is een man met pak nummer 2. Eens even kijken als we een lijstje hebben, hoe die heet. Delano Sosa. Nee, ook niet.
Volgend blaadje. Tweede helft van de zevende. Bijna Tunis staat op de heuvel. Kevin Kelly, tweede helft, zevende. Actie 5 naar 3, Kalian Sams, de eerste 0. Volgende man slag, Gilmer Lampen. Thank you.
Een vrije loop, wie weet, Kilmerlampen naar het eerste honk. Volgende man de slag, Denzel Richardson. Van 8, Denzel Richardson, de tweede 0. Volgende aan de slag, Kenny Bergenbos. Dries Lassing, de derde 0, maakt een eind aan de 7e inning. En dat is het zijn dat de wedstrijd afgelopen is. De wedstrijd wordt gewonnen door Curaçao Neptunus met de stand 6-3. Ik wens de heren nog veel plezier in de rest van dit HCW Urbanus toernooi vandaag en de rest van het komend weekend. En volgende week donderdagavond spelen we hier thuis de eerste wedstrijd in de competitie 2021. Voor nu, dank u wel, heren umpires. Dank u wel voor het leiden met korte en lange ei van deze wedstrijd. En ik zie u graag terug bij een van de komende officiële hoofdklassewedstrijden. Goede reis naar huis straks allen en tot ziens vanuit de scorebox. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für den Tag, für die Nacht unter eurem Dach habt Dank, für den Platz an eurem Tisch, für jedes Glas, das ich trank, für den Teller, den ihr mir zu den euren stellt. Als sei selbstverständlicher nichts auf der Welt. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen.
Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Habt Dank für die Zeit, die ich mit euch verplaudert hab, und für eure Geduld, wenn's mehr als eine Meinung gab. Dafür, dass ihr nie fragt, wann ich komm oder geh, für die stets offene Tür, in der ich jetzt steh. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt, habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Thank you.